In alle vroegte kwamen politiemensen en specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut hier de Westlandse Lange Weg oprijden. En alle aandacht werd gericht op een plek op het woonwagenkamp daar. Inmiddels afgezet met zwarte schermen, we kunnen niks meer zien. Maar de plek waarom het gaat is de garage daar met die witte stenen en de woonwagen daarachter. Die woning hebben we wel een paar weken geleden al tactisch bekeken. Gekeken naar bijvoorbeeld notitieblokjes, telefoons, computers en dat soort zaken. Maar nu zoeken we echt naar sporen, naar bloedsporen, naar DNA-sporen. Omdat we steeds meer aanwijzingen krijgen dat mogelijk toch in die woning sporen te vinden zijn van de verdwenen Johan van der Heijden. Er is nou niks meer van te zien, alles is goed afgeschermd. Maar vanochtend vroeg mochten we even heel kort het terrein op. En wat ons opviel, ja, afgeplakte ramen, dat heeft te maken met het speciale lichtonderzoek dat bloedspatten in beeld kan brengen. Ook op het terras achter de woonwagen werd onderzoek gedaan. Een speurhond was daar bezig en er stond een vuurkorf. Want dat zou mogelijk de plek kunnen zijn waar de resten van Johan zijn verbrand. Ja, er zijn eigenlijk steeds meer aanwijzingen dat Johan van der Heijden niet meer leeft. Maar we willen natuurlijk wel heel graag weten wat er is gebeurd en wat er met zijn lichaam is gebeurd. Het is inmiddels heel duidelijk dat het onderzoek in de stroomversnelling is gekomen. Met de verklaring van twee Belgische verdachten die in feite hebben bekend dat ze hier achter mij op het woonwagenkamp Johan hebben vermoord, in stukken hebben gezaagd en daarna in brand hebben gestoken. En daarna zijn lichaamsresten van hem verbrand in een vuurkorf, in een kampvuur, we weten het niet. Het macabere is dat ik een buurtbewoonster heb gesproken vanochtend die ook al met de politie sprak hierover. Op de bewuste avond was er inderdaad iets van een barbecue op het terras bij die woonwagen. Er werd iets verbrand. Ze dacht zelf aan een kat of iets dergelijks. Het rook naar vlees, verbrand vlees. En die macabere details die komen nu langzaam naar buiten.